Fridays for all of your college team members there. Dus jullie zijn ook eigenlijk bekend geweest? We zijn ook gewoon bekend geweest. Ja. En daarna zijn we een grote, hebben we zelf een grote dansgroep opgevallen. Dus met al 10 meisjes die hier met mij werken, waar ik de choreografie voor maakte, de kostuums voor maakte. Mm-hmm. En doordat ik dus zoveel kostuums gemaakt heb, heb ik ook vele restjes stof, waardoor mijn kunsten van nu is ontstaan. Je doet verschillende kunsten beoefenen, hè? Je schildert. Je schrijft gedichten. Ja, precies. Ja, heel goed. En die rol gaat uit naar de textiel, hoe komt dat? Ja. Dus door die kostuums maken? Door die kostuums maken natuurlijk. Dus vanaf mijn 18e jaar ben ik altijd de theaterkostuums moeten maken ook. Omdat het zo gewoonlijk was voor de mensen die dus in het theater werken. Dus die veel reizen, die hadden nooit geen tijd om kostuums te laten maken. Dus mijn man die ik ontmoette dus toen ik 18 was, die zei, vergeet niet als artiest, dan moet je de kostuum zelf maken. Dus zo is het begonnen. Dus ik had vele dagjes prachtig op Dus de dans is helemaal afgelopen? En nadat ik dus jarenlang lesgegeven heb, ook als klassiek ballet, jazz, dans, dansexpressie en tapdans, heb ik dus veel lesgegeven bij de Vrije Academie in Roermond. Mm-hmm. Daarna voor mezelf begonnen, een eigen studio gehad. En gereisd dus met mijn meisjes en met onze zoon. En onze dochter die dus ook in de showbusiness terecht is gekomen, die woont nu in Las Vegas. Die heeft met de Elvis Presley Show gewerkt. Zo. Zij is cowgirl, dus zo weer met... Een hele kunstzinnige familie. Ja, kunstzinnige familie. Ben je ook wel eens niet bezig? Nee, want dat vind ik nog steeds heel moeilijk om niets te doen. Ja. Daarom heb ik bij de televisie kijken ook altijd stofjes en de raadjes en de dingen. Ja. Naast me liggen, ja, precies. Geweldig. Je bent ook lid van de KV61. Dat is eigenlijk pas sinds een jaar. Mm-hmm. Ik heb een hele mooie tentoonstelling van hem gezien in Kasteel Daardenbroek. In ik was begeisterd van hetgeen wat ik daar zag. En ik zei tegen mijn man, ik zei van, wauw, deze groep wil ik wel heel graag worden. Ja. En ik zag dat ze nog niets met textiel hadden. Ja. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar degene die daar nog ging. En ik ben heel blij dat ik bij de groep ben, want het zijn prima mensen. Geweldig. Prima. Ja. Ik vond het heel erg goed. Sorry, als we even stoppen. Oud-echtenaar.